Goedenavond. Onze dierbare collega Martin Tange is vanochtend overleden aan de gevolgen van kanker. In Spanje worden de stemmen geteld van de vervroegde parlementsverkiezingen. Het is een nek-aan-nek race tussen links en rechts. En de Ronde van Frankrijk is geëindigd met een millimeter sprint. Jordi Meus klopte Philipsen op de meet. Onze moedertaal is haar moeder kwijt. Zo omschrijft schrijver Erwin Mortier het gevoel dat veel Vlamingen vandaag ervaren. Want onze gewezen collega baken van de Vlaamse televisiejournalistiek, Martin Tange, is overleden. Ze is vanochtend vroeg thuis gestorven aan de gevolgen van kanker. Ze was amper 67 jaar oud. Alle medewerkers van VRT Nieuws zijn in rouw vandaag, maar we voelen ons niet alleen. Het Koninklijk Paleis heeft vanmiddag de volgende mededeling de wereld ingestuurd. Een icoon van de Vlaamse journalistiek verliet ons vandaag. Haar virtuoze taalgebruik en grote inzet voor de samenleving zullen ons voor altijd bijblijven. Dank dat u bij ons was, Martin Tange. Premier Alexander De Croo schrijft: afscheid van een baken van vertrouwen, een dame met klasse, maar bovenal een warm mens. Vaarwel, Martin. En ook Vlaamse minister-president Jan Jambon heeft een tweet gestuurd. Afscheid van een grote dame van de Vlaamse journalistiek. Rust zacht, mevrouw Tange. Martin Tange heeft 42 jaar lang op deze stoel gezeten. Ze was een van de eerste vrouwelijke journalisten op de nieuwsredactie van de Openbare Omroep. En ze had een passie voor taal. Correct Nederlands droeg ze heel hoog in het vaandel. Ze ontving daarvoor onder meer de Groenman Taalprijs en de Grote Prijs Jan Wouters. Twee jaar geleden kreeg ze het ereteken van de Vlaamse gemeenschap. En drie dagen geleden nog maar werd ze door de koning benoemd tot commandeur in de kroonorde. Dank dat u bij ons was. Ik zal u missen. Hou het veilig. Hou vol. Het komt allemaal weer goed. Zo klonk Martin Tange in haar laatste journaal 30 november 2020. Het werd de best bekeken uitzending van het VRT-nieuws ooit. Sinds 1978, 42 jaar lang, kwam ze regelmatig bij u in de huiskamer als een van de eerste vrouwelijke journalisten. Ik combineerde eigenlijk twee nadelen, heb ik al vrij snel gemerkt. Ik was niet alleen een vrouw, ik was ook uitzonderlijk jong. Ik was pas 22 geworden toen ik op de redactie begon. Eerst als verslaggever bij radio en televisie, later als journaalanker en presentatrice. Martin was er op de belangrijke nieuwsmomenten. De Sovjet-Unie begint eindelijk, zij het met mondjesmaat, iets vrij te geven over de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl. Amerika beleeft een nachtmerrie. En toen flitste er heel even door mijn hoofd: wij zitten hier vlak bij de NAVO. Wat doe ik hier in godsnaam? Zou ik niet beter naar huis gaan bij mijn drie kinderen? Ik heb dat onmiddellijk terug verdrongen en gezegd: nee, Tange, kom, werk. Over haar privéleven bleef Martin discreet. Interviews gaf ze liefst zo weinig mogelijk. Haar werk was belangrijker, vond ze. Ik kom helemaal niet graag op televisie. Nee, serieus? Nee. Dat is lastig voor iemand die op de televisie werkt. Ja. Je bent ook best, hè? Mm. Oh, mensen zeggen het ook. Er zijn veel mensen die precies tegenovergestelde zeggen ook, hoor. Tegen mij niet, hoor. Ja? Er waren politieke partijen die vonden dat iedere keer als ik een bericht las over de CVP toen nog, of over de kerk, dat je zag aan mijn gezicht dat ik daar tegen was. Dat ging heel ver, in die mate zelfs dat ik op een keer een verslag moest maken over een betoging. En op het einde van de betoging kwamen ze ineens met een paar naar mij. Zijn we beginnen slaan en schoppen. Goedemiddag en welkom in Studio 5. We zijn hier te gast voor een grote verkiezingsuitzending. U beslist vandaag wie er de komende 4 jaar in het federale parlement zal zitten. Het wordt zo spannend. En hier zit u goed om het allemaal te volgen. Martin Tange werd het gezicht van de verkiezingsshows bij VRT. Ze presenteerde ook het consumentenprogramma Volt, samen met Kobe Ilse. Het is alweer voorbij. En 10 jaar lang testte ze uw taal tijdens het Groot Dicté. Terwijl zij wat gemorste tutti-frutti onder het Smyrna-tapijt wegwerkte. Haar virtuoos taalgebruik was beroemd en berucht op de redactie. Mensen vragen soms: wat doe je eigenlijk de hele dag? Die denken dan dat ik daar 6:50 aankom. Ja, hier kan ik dat zeggen, dat ik een half uur zoek naar een woord, naar het juiste woord. Denk ik. Ja. Die liefde voor het Nederlands droeg ze ook na haar pensioen uit. Ineens voelde hij zich heel gelukkig en blij. Ze las voor
werd juryvoorzitter van de meest prestigieuze literatuurprijs van Vlaanderen en ging op tournee met Morris, geschreven door Bart Moeyaert. Kijk niet naar je voeten en kijk niet om. Stel geen vragen. Duurt het nog lang? Niet doen. Anders mis je het begin. Martin was ook jarenlang ambassadeur van Kom op tegen kanker. In 2011 werd ze er zelf mee geconfronteerd. Martin vocht en kwam terug. Goedenavond. 3 september 2012 is in veel opzichten een bijzondere dag. En ze bleef vechten. Hier zetten we er een punt achter. Maar VRT Nieuws blijft voor u in de weer. Dank dat u bij ons was. Martin, dank dat je bij ons was. Vlaanderen reageert massaal op het veel te vroege overlijden van Martin. Als u graag een boodschap wil nalaten voor de familie van Martin, dan kan u daarvoor terecht op de website van de VRT. Dat is gewoon www.vrt.be. Daar kan u dan een bericht schrijven. En er is ook ander nieuws vandaag dat we u niet willen onthouden, ook op deze droeve dag voor de redactie. Buitenlandse Zaken stuurt een medewerker naar Rodos om bijstand te verlenen aan Belgische inwoners en toeristen. Het Griekse eiland wordt nu al bijna een week lang getroffen door hevige bosbranden. Gisteren bereikte het vuur ook de kust in de buurt van de stadjes Kiotari, Lardos en het nabijgelegen Lindos. Zo'n 20.000 mensen zijn geëvacueerd, onder wie dus ook al enkele honderden Belgen. Kijk, dit is PT. Στο Κιοντάρι όλοι μας, η καρδιά μας εδώ, η καρδιά μας παρακαλώ, σώσε μας. 6 dagen brandt het nu al op het Griekse eiland Rodos. Het vuur ontstaat in de bergen, maar breidt zich dan uit tot aan de kustzone. Buitenlandse blushelikopters en vliegtuigen worden ingezet. Maar blussen blijft moeilijk door de extreme hitte en de opflakkerende wind. Hals over kop worden mensen geëvacueerd. Nu al wordt er gesproken over de grootste evacuatieoperatie ooit in Griekenland. Tussen de geëvacueerden zitten ook enkele honderden Belgische toeristen. Velen voelen zich in de steek gelaten. Sunweb heeft begrip voor de frustraties. Er zijn sommige mensen die op 10 minuten tijd echt hun hotel hebben moeten verlaten. En dat is echt in de regie genomen door de lokale autoriteit. Dus dat is echt wel even overweldigend, bij wijze van spreken. Maar het moment dat mensen op de centrale punten zijn doorgekomen, daar waren teams van ons. En dan kreeg iedereen wel de nodige info. Maar ik kan me inbeelden dat die eerste uren voor mensen wel redelijk chaotisch zijn verlopen. Melinda en haar gezin hebben alvast op eigen houtje nieuwe vliegtickets gekocht. Morgen hebben wij een vlucht naar huis, normaal gezien, naar Schiphol in plaats van naar België. Wordt dat hier erger of niet, is de luchthaven altijd nog bereikbaar, dus we willen gewoon zo snel mogelijk naar huis. Met ruim 80% van de stemmen geteld draaien de vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje uit op een nek-aan-nek-race tussen links en rechts. Volgens de exit polls wordt de rechtsconservatieve Partido Popular van Alberto Piego veruit de grootste partij. Samen met de extreemrechtse partij Vox zou de Partido Popular misschien een meerderheid kunnen halen in het parlement. Maar zeker is dat nog niet. De socialisten van premier Pedro Sánchez eindigen dan wellicht als tweede partij. En deze uitslag kan betekenen dat Sánchez na ruim 5 jaar het veld moet ruimen. Maar exit polls zeggen niet alles, Ann Bakkaert in Madrid. De uitslagen doen dat nog veel meer. Hoeveel van de uitslagen zijn binnen? Hoeveel procent van de stemmen is geteld? En wat zegt dat aantal stemmen? Ja, Wim. Het gaat zeer, zeer snel. Op dit moment is 87% van de stemmen geteld. De PP staat, zoals verwacht, zoals gepeild, aan kop met 136 zetels. De SOE, de Socialistische Partij van premier Sánchez, volgt op de tweede plaats met 122 zetels. De kleinere partijen die houden elkaar in evenwicht. Op de derde plaats Vox, 33 zetels. Op de vierde plaats Sumar, dat is
een kartel van 16 kleine linkse partijen, maar die zitten nu mee in de regeringscoalitie van premier Sanchez. Laten we het even over de twee blokken hebben, want het is echt een nek-aan-nek race tussen rechts en links. Het rechtse blok, dus dat is de Partido Popular en Vox samen, die komen aan 169 zetels. Dat is toch ver van 176 zetels die ze nodig hebben om een absolute meerderheid te halen. Het linkse blok, dus alleen de linkse partijen, die komen samen aan 153 zetels. Maar, en dat is zeer verrassend, de huidige progressieve regeringscoalitie van Pedro Sanchez, dat wil zeggen de linkse partijen plus de bondgenoten van die regering, dat zijn de Catalanen en de Basken, die komen op dit moment wel aan een absolute meerderheid. Dus het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar zoals het er nu op dit moment naar uitziet, zou Sanchez gewoon kunnen verder regeren. Ja, het is de hele avond spannend geweest, Anne. Voortdurend het rechtse blok dat voorstond, het linkse blok dat voorstond. De winst voor rechts was voorspeld in de peiling, maar als ik dan de uitslagen hoor, dan is het niet per se zo dat zij een coalitie kunnen vormen. En dat betekent, zoals het er nu naar uitziet, dat er geen coalitiewissel zou komen. Dat er geen omslag komt van links naar rechts voorlopig. Ja, het is te vroeg om daar echt harde uitspraken over te doen. Maar nu, met bijna 90% van de stemmen geteld, komt die linkse coalitie met haar bondgenoten van Pedro Sanchez net wel aan een absolute meerderheid. Terwijl de rechtse Partido Popular samen met het uiterst rechtse Vox, die komen absoluut niet aan die meerderheid. Dus zoals het er nu naar uitziet, komt er geen machtswissel in Spanje. Dankjewel, Anne. We zullen wachten tot morgenochtend om de volledige uitslagen te kennen. Dankjewel. Na 3 weken zit de Ronde van Frankrijk er nu helemaal op. Een Belg heeft de slotrit naar de Champs-Élysées gewonnen. Niet Jasper Philipsen, maar wel Jordi Meus was de snelste in de massasprint. Het is zijn eerste ritzege in de Tour. De Deen Jonas Vingegaard is de eindwinnaar. De slotrit is een traditionele truienparade. Jasper Philipsen pronkt in het groen. Het geel is van eindwinnaar Vingegaard. Pogacar draagt als beste jongere het wit. En bergkoning Ciccone is eigenaar van de bolletjestrui. Na de nodige vieringen en drankjes is het tijd voor het gebruikelijke slotakkoord. De koninklijke massasprint op de Champs-Élysées. Philipsen nu weer op links en Meus gaat ook meesprinten. Philipsen op links, Pedersen centraal. En wie haalt het? Ik denk Philipsen of Meus. Philipsen of Meus, het is een fotofinish, jawel. En de winnaar is, de computer zegt, Jordi Meus. Een geweldig moment voor de 25-jarige Meus. Hij wint voor het eerst een rit in de Tour. Het was close, ik heb de fotofinish nog niet gezien. Maar toen hoorde ik in mijn oortje dat ik won. En ja, het was een heel speciaal gevoel. Het is sowieso mijn grootste overwinning tot nu toe. En ik hoop dat er nog veel volgen. Na 3 weken zit de Ronde van Frankrijk er nu helemaal op. Met voor het tweede jaar op een rij de Deen Jonas Vingegaard als eindwinnaar op het podium in Parijs. En ook een Belg wint een trui. Het groen is van Jasper Philipsen. In Ham in Limburg zijn heel wat supporters van Jasper Philipsen samengekomen om de groene trui te vieren. Ze hoopten op een vijfde ritzege, maar die kwam er dus niet. De vele fans in het supporterscafé denken wel dat Philipsen wint. Ze juichen en vallen elkaar in de armen. Maar even later blijkt dat Meus gewonnen heeft. Een domper op de feestvreugde daar. Maar in Ham zijn ze vooral fier dat de Vlam van Ham, dat is de bijnaam van Jasper Philipsen, de groene trui heeft veroverd. Ik dacht eerst dat rechtsonder Jasper was. Want ik zag Jasper niet, want dat was ook een groene. Dus ik dacht, ja, Jasper heeft gewonnen, maar toen de fotofinish kwam, was ik ontgoocheld, keihard. Iedereen was van overtuigd, het is zover. Het is een kleine domper, maar we kunnen niet teleurgesteld zijn. Dat kan niet en dat willen we ook niet zijn. Ook niet. We gaan er nog altijd een feestje maken, heeft de groene trui, 4 ritoverwinningen. Het is schitterend. Petje af. Echt wel. Echt wel. Fenomenaal. Ik ben slecht geplaatst om iets te zeggen, want ik ben familie, maar... Het is de beste sprinter van het moment.
De Tour voor de mannen zit erop. De Tour voor de vrouwen is vandaag begonnen in Clermont-Ferrand. En hoe? De eerste gele trui is voor onze Belgisch kampioene, voor Lotte Kopecky. Zij won de openingsrit op indrukwekkende wijze. Eén klim van derde categorie ligt er in de finale en daar is het wachten op een aanval. Kopecky gaat, Kopecky gaat. Dit is een kans, uiteraard. De Belgische kampioene gelooft erin en niemand sluit aan. In de achtervolgende groep is ploeggenote Demi Vollering de perfecte stoorzender. Dit moet gebakken zijn. Dit is een renster die dit niet meer afgeeft. Dit is niet de eerste, de beste. Na winst in de Ronde van Vlaanderen is ze nu op weg naar haar tweede grote triomf dit seizoen. Op het moment weggaan waarop iedereen aan het kraken is, dan ben je een grote, dan ben je een hele grote. En ze gaat in de tricolore voor België de eerste etappe winnen. Geel pakken, België boven. Voor het eerst in haar carrière pakt de 27-jarige Kopecky het geel. En ook de groene trui en de bolletjestrui zijn voor haar. Te gek voor woorden eigenlijk. Was vooraf zat echt wel in mijn hoofd ook om daar te gaan. Maar ik had niet verwacht dat er niemand zou volgen. 1 week voor de start van de voetbalcompetitie in ons land is er traditioneel de Supercup. De kampioen en bekerwinnaar Antwerp nam het op tegen de verliezende bekerfinalist KV Mechelen. Antwerp komt al vroeg op voorsprong en creëert daarna ook de beste kansen. Maar een tweede keer scoren lukt niet. En dan is het aan de overkant in minuut 80 wel prijs. Een own goal van Richie De Laat en 1-1. Geen verlengingen in de Supercup. Ze gaan rechtstreeks naar penalties. En in een spannende reeks strafschoppen mist Lavallée van KV Mechelen de beslissende penalty. Antwerp wint zo voor het eerst de Supercup. We kregen vooral veel wolken vandaag met een paar buien. Vannacht verwachten we nog meer buien. Intense buien zelfs met onweer en lokaal veel regen. De wind neemt wat af bij een minima van 14 tot 17 graden. Morgen wordt wisselvallig met droge en zonnige momenten, maar ook nog heel wat buien die lokaal intens kunnen zijn. De wind laat zich opnieuw goed voelen bij maximaal tot 22 graden. En we sluiten dit journaal graag af met een eerbetoon aan Martien Tange. Bart Moejaert heeft vandaag een tekst voor haar geschreven en die willen we heel graag met u delen. Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van Martien. Ze werd amper 67 en overleed vanochtend aan de gevolgen van kanker. Het was een moeilijke dag op onze redactie. Dank om ook vandaag bij ons te willen zijn. Een van de moedigste vrouwen die ik heb mogen kennen, is overleden. Een van de moedigste vrouwen die wij allemaal hebben mogen kennen, is overleden. Het nieuwsanker met de stalen zenuwen en de goede vragen op het juiste ogenblik. De mevrouw met het mooiste Nederlands en de warmste stem. De vrouw die ons meer dan 40 jaar lang goed en slecht nieuws bracht en haar laatste journaal afsloot met: dank u dat u bij ons was, ik zal u missen. Hou het veilig, hou vol, het komt allemaal weer goed. Is haar tergend lange, stille strijd tegen kanker verloren. Ik hou de fijne herinneringen aan onze ontmoetingen vast. In mijn hoofd zijn het beelden die ik koester.